Vanuit de Innovatievonk wilden wij de methode staal verrijken met technische opdrachten om het woordenschatonderwijs gewoon meer betekenis te geven voor de kinderen. Er zijn twee leerkrachten bezig geweest met het ontwerpen van technische lessen rondom de methodes van staal, bijvoorbeeld het thema draaien. Dat hebben zij vertaald in techniek, om zo de woorden binnen het thema staal ook betekenis te geven in de maakopdracht. We hebben dit jaar dus meerdere thema's behandeld bij staal. En bijvoorbeeld bij het thema draaien hebben de kinderen een molen gemaakt. En daarbij hebben ze verschillende woordenschatwoorden kwamen daar aan de orde, zoals as, tandwielen. En dit hebben ze dus echt zelf, zijn ze dit gaan maken. Ja, daardoor zijn er heel veel woorden die normaal gesproken in het dagelijkse leven die niet voorkomen, hebben we dus deze toch kunnen behandelen met de kinderen. We hebben molens gemaakt van melkpakjes en het was super leuk. Ik heb geleerd heel veel woorden en hoe ik makkelijk een molen kan maken. En wij hebben gemerkt dat bijvoorbeeld door de samenwerking met het Schaljoen en het omarmen van de radiostudio, dat we niet alleen ons woordenschatonderwijs daarmee een boost hebben gegeven, maar ook het technisch leesonderwijs op een hoger niveau is gekomen. De leerlingen gaan met de radiostudio lezen. Zij horen zichzelf en je merkt dat de leesmotivatie, de leesbeleving, die krijgt een boost. Dus lezen wordt in één keer veel en veel leuker. En dat is een mooi neveneffect van de Innovatievonk. Ik zou willen dat andere kinderen het ook doen, omdat ik het vind dat het leuk is, dat je er creatiever van wordt en dat je lezen dus leuker vindt. Eerst hadden we bij de maakactiviteiten te veel doelen en was het dus te breed. En we hebben er dus van geleerd om in de activiteiten daarna om zeg maar het gestructureerder te doen en echt één doel te kiezen bij de maakactiviteiten. De Innovatievonk heeft ons echt geholpen om letterlijk het vonkje levend te houden. Om echt geïnspireerd door te gaan met het neerzetten van die lessen, met het ontwerpen van de lessen. De middelen heb je, je kunt materiaal aanschaffen, maar je kunt ook de mensen inzetten die uiteindelijk die lessen gaan ontwerpen.